Donderdag vond in Druten het dorpsevenement De Leste Mert plaats. Het hoofdonderdeel van de markt is de veemarkt met koeien, kamelen en paarden. Tim Segers is fractievolger van de Partij voor de Dieren en liep een rondje over de markt. Ik heb een hele hoop vrolijke mensen gezien die heel erg genieten van een markt. En kijken naar de dieren. Maar wat ik ook zie zijn eigenlijk te kort aangebonden dieren. Koeien die hun koppen niet kunnen laten hangen. Die zo kort aangebonden zijn dat ze niet bij hun stro kunnen. Ik zie een soort kinderboerderijtje geïmproviseerd midden op de straat. Waar heel veel mensen en kinderen tussendoor lopen. Waar dieren eigenlijk in stress en paniek rondrennen. Ik zie ponies verderop staan naast een feesttent. Een meter van een feesttent vandaan met hele harde muziek. Ja, dat zijn hartstikke gevoelige dieren, die moeten daar niet staan. Dus ik zie vooral blije mensen, maar heel gestreste dieren, ja. Het feit dat deze markt toch zo populair is, komt volgens Segers ook omdat er niet goed naar de dieren wordt gekeken. Nou ja, mensen worden erg enthousiast van dit soort markten, dat begrijp ik ook. Maar dat komt denk ik vooral omdat ze niet zien dat de dieren aan het lijden zijn. Als je echt goed kijkt naar deze dieren, als je ze in de ogen kijkt, maar ook als je ziet waar ze wel en niet bij kunnen. Dan ga je zien dat die dieren het helemaal niet zo goed hebben. En als je dat eenmaal gezien hebt, dan kun je eigenlijk niet meer met plezier over deze markt lopen, volgens mij. Dit is de 200ste editie van De Leste Mert. Maar als het aan Segers ligt, moet er ondanks de traditie toch een einde aankomen. Maar kijk, tradities is vaak een excuus, hè, om dingen niet te veranderen. Maar we onthoofden ook geen mensen meer. Dat was vroeger een traditie. We hadden slaven, dat hebben we ook afgeschaft. Dus als met voortschrijdend inzicht blijkt dat we bepaalde dingen eigenlijk niet meer kunnen maken, als het ethisch niet oké is, ja, dan moet je die tradities toch gaan veranderen. En in dit geval betekent dat sowieso het welzijn van deze dieren verbeteren. En uiteindelijk ook stoppen met het verslepen van dieren naar dit soort markten. Nou, ik hoop voor Druten dat dit de Leste Veemert is. En gewoon zo snel mogelijk stoppen hiermee.